Ik heb 165 vierkante meter in gebruik. Daar betaal ik netjes mijn lichtgeld over. En ik heb een huisje als schuurtje gebouwd. Een opslagplaatsje voor mijn tank in te zetten voor diesel, zodat er niks in het milieu kan komen. Ze zijn 100.000 keer langsgekomen van de Rijkswaterstaat. Ze hebben daar nooit geen probleem over gemaakt. Leij Kleine woont al 34 jaar op zijn boot in Bosserveld in Maastricht. Zonder problemen. Totdat er een paar weken geleden bericht kwam van de overheid. Zijn boot was te groot. Nou, als ik naar hun maten ga kijken, dan moet ik vanaf deze kant, dus dat is mijn slaapkamerkant, tot hier op de punt zou ik dit af moeten snijden. Ik wil wel eens een boot zo zien drijven. Dat heb ik nog nooit gezien. Dat zou ik best wel interessant vinden om dat ook eens te zien. 2 jaar geleden deed de gemeente al samen met de politie en de Belastingdienst een inval bij een hoop woonboten. 26 liggen er in totaal. Naar eigen zeggen om een idee te krijgen van wat daar nou eigenlijk gebeurt. Omdat niemand toezicht lijkt te houden, zoals dat vroeger op woonwagenkamp Vinkenslag het geval was. Leij moet zijn boot nou inkorten, maar dat kan natuurlijk niet. En dus dreigt hij afgesleept te worden. Ik voel me behandeld als een derde rangs burger. Er wordt niet met ons gepraat. De dingen wat ze willen doen, die hebben ze al van tevoren klaargemaakt. Die hebben ze waarschijnlijk ook goed afgezekerd. Het stoort niemand. Het staat allemaal binnen de weg door de wagens. Alles kan netjes door. Maar de stad Maastricht heeft iets gevonden. We gaan ze wegkrijgen. En ze gaan zich daar ook wel de moeite voor doen, denk ik. De advocaat van Leij en een aantal andere woonbooteigenaren maakt op dit moment bezwaar tegen de gang van zaken. Desnoods volgt een gang naar de rechter, want weg krijgen ze Leij hier niet zo snel. Want dit zijn dingen die trekken dus nergens op. Je haalt een mens een woning waar hij al 34 jaar op woont. Haal je hem onder zijn kont uit. En dat is net hetzelfde als ik dadelijk bij u binnenkom en ik zeg, nou mevrouw, u staat mij niet aan. Ik gooi je uit je huisje, ik gooi je spulletjes erachteraan. En ik laat de kogel komen en die zwieber ik een keer door je woning heen. Nou is die woning leeg. Dag en bekijk maar waar je naartoe gaat.